Welkom bij de Titelstrijd, de nieuwe productie van Voetbalnieuws, waar we jou op de hoogte stellen van de jacht op prijzen in zowel het binnen- als buitenland. Ik zit hier vandaag met Daan. Welkom Daan. Dankjewel Brecht. Ja, we staan eigenlijk weer aan het begin van het seizoen. De eerste oefenwedstrijden zijn gespeeld. Kunnen we er al kleine conclusies bij trekken? Ja, conclusies trekken, dat is lastig. Oefenwedstrijden is natuurlijk ook gewoon vaak om jonge jongens een kans te geven, aankopen. En een beetje nieuwe tactieken te proberen voor vaak ook nieuwe trainers. Dus we hebben natuurlijk Feyenoord gehad. Die zijn lekker begonnen in tegenstelling tot vorig jaar. Vorig jaar onder slot natuurlijk 0-7 verloren tegen Kopenhagen. Nou, nu win je gewoon lekker gemakkelijk van een Eredivisionist. PEC Zwolle. Geen nieuwe trainer, dat helpt misschien ook wel. Ja, dat is gelijk een punt wat je aanstipt. Heel belangrijk. Feyenoord in tegenstelling tot Ajax en PSV, net als vorig jaar, geen nieuwe trainer. En dat is vorig jaar, dacht ik, werd er al gezegd van, ja, dat kan al wel eens heel belangrijk zijn in een titelstrijd. Dat ze geen nieuwe trainer hebben, dat ze door kunnen bouwen. En dat is gebleken. En dat geeft ze ook dit seizoen wel weer een hele grote kans voor de titel. Dan heb je PSV, dat oefende tegen Sint-Truiden. Onder Peter Bos ook voor het eerst. Dat is niet goed gegaan. 1-2 verloren. Nee. Maar dat is ook nog maar uitproberen. Hè? Ik bedoel, Bos in dat successeizoen bij Ajax begon hij ook met, wat was het, 3-4 oefenduels die allemaal verloren gingen. Dus dat wordt een beetje afwachten. Die is ook natuurlijk gewoon wat jongens aan het uitproberen. En dan heb je Ajax. En die starten ook niet geweldig. Officieuze debuut van Mauri Stijn. En 0-2 stonden ze achter binnen no time volgens mij. En lekker foutje van Pasveer. Ja, die was nog niet heel scherp terug van vakantie gekomen. Nee, precies. Dus dat is ook nog wel even een puntje van aandacht voor Stijn. Maar ja, wat wel opviel is dat er bij Ajax al redelijk wat potentiële basisspelers in het veld stonden. Je had natuurlijk Berghuis, Klaassen, Van de Boom, die wellicht misschien ook wel als een basisspeler wordt gezien. Ja, Klaassen. Hato Jong, maar dat zou wel. Hato en Wijndal zijn allemaal jongens die toch wel of voor veel geld gehaald zijn of toch wel een bepaalde status hebben. Dus als je dan binnen no time 0-2 achterkomt en dan de jeugdspelers die het op moeten lossen. Dat is aan de ene kant belooft dat wat, hè, voor de jeugdspelers. Ja. Want daar staat Stijn ook niet onbekend dat hij heel veel jeugdspelers gebruikt. Maar ja, bij Ajax zal de kwaliteit van de jeugdspelers natuurlijk wel wat groter zijn. Je hebt laatst iemand gesproken die met Stijn heeft samengewerkt. Ja, Ralf Seuntjes. Klopt. Die heb ik gesproken, die heeft bij VVV onder hem gespeeld. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Ja, ik ben ervan overtuigd dat hij succesvol kan zijn. Want met het materiaal, zeg maar, wat er is. En Ajax staat natuurlijk wel een vuur en vlam. Maar kijk, het kan zo ook weer overwaaien. En Maries weet precies hoe een organisatie in elkaar zit. En bij Ajax is dat wel iets anders, denk ik, dan bij de clubs waar hij gewerkt heeft. Maar hij is gewoon zo slim. En de spelers, het spelersmateriaal waar hij mee gaat werken is natuurlijk kwalitatief veel beter dan waar hij mee heeft gewerkt. Dus ik denk dat hij daar met de aanwinsten die ik verwacht dat er nog zullen gaan komen, dat hij daar echt een kampioensteam van gaat maken. Seuntjes heeft in ieder geval veel vertrouwen in Stijn. Maar hij benoemt ook dat er nog wel aardig wat versterkingen bij Ajax bij moeten komen. Wie zouden dat dan eventueel kunnen zijn? Ja, dat er versterkingen moeten komen, dat lijkt me natuurlijk wel duidelijk. Je hebt eigenlijk op het middenveld, waar ze al een aardig middenveld hadden staan. Ik bedoel, Alvarez is nog steeds niet weg. Die wordt wel verwacht dat hij weggaat. Nou, hebben ze natuurlijk voor de positie van Taylor, dubbel bezet, hebben ze Van de Boom al weten aan te trekken. Soort van vervanger al wel voor Alvarez aangetrokken met Tahirovic. Dat is eigenlijk wel bijzonder dat ze eigenlijk achterin nog helemaal niet zoveel hebben aangetrokken. Want dat is, ja, denk ik wel overduidelijk dat daar versterking moet komen. Met het aanstaande vertrek van Jurriën Timber wordt het nog dunner eigenlijk achterin. Precies, dus rechts centraal hebben ze eigenlijk helemaal niemand op dit moment. En dan heb je Rens zouden kunnen spelen, maar dat is van origine gewoon, ja, die is wel veelzijdig, maar ja, voornamelijk rechtsback gespeeld. Je bent geen titelfavoriet met Rens op de rechtscentrale positie. Nee, dat mogen duidelijk zijn. En links centraal heb je Bessie en Hato. Nou, dat is ook nog niet echt dat je denkt van oké, Kaplan komt eraan. Die is ook wel veelbelovend. Ja. Heel het jaar geblesseerd geweest.
En ja, linksback is ook eigenlijk helemaal nog niet zo heel enthousiast dat we daarover kunnen zijn met Wijndal. En Hato die dan ook daar zou kunnen spelen. Maar ja, het mag duidelijk zijn dat met die jongens dat het nog niet goed zit achterin bij Ajax. Dus daar moet wel echt een versterking komen. En dan heb je voorin heb je natuurlijk Brobbey die het niet helemaal waar heeft kunnen maken in de spits. Maar wel de beoogde spits is natuurlijk. Ja, kijk, Luca is ook weer weg. Je hebt geen pinch hitter meer. Je hebt eigenlijk niks achter Brobbey. Kudus wordt ook nog steeds verwacht dat hij vertrekt. Dus, en dan heb je ook geen rechtsbuiten. Dus eigenlijk moet misschien dat nog flink aan de slag. En is dat nog helemaal niet... Heeft hij nog helemaal niet zo heel veel bewezen als TD zijnde, zeg maar. En ook nog genoeg puzzelstukjes om te leggen voor Mauri Steijn dus. Ja, zeker weten.